Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op maandag 17 september. Het wordt vandaag een heel aardige dag met hoog oplopende temperaturen, met name landinwaarts. In het noorden is wel meer bewolking aanwezig en daar blijft de temperatuur iets achter. Vanochtend is de temperatuur zo tussen de 13 en de 16 graden bij een afwisseling van een hoge wolkenvelden en zonnige perioden. De wind waait uit het zuiden of zuidwesten en is overwegend matig. Ook vanmiddag een meest matige wind, hoewel die aan zee geleidelijk aan aantrekt. Verder loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden in Limburg. Vanavond is het rustig weer en klaart het steeds meer op. De temperatuur ligt als de zon ondergaat tussen de 18 en 21 graden. Ja, en morgen wordt het dan een echte zomerdag. Met in veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden. In Limburg en ook in het oosten van het land kan het 28 tot 29 graden worden. Het noordwesten blijft wat gevoelig voor wolkenvelden. Woensdag en donderdag ook in het binnenland nog zomerse temperaturen. Er is wel wat meer bewolking. En vanaf vrijdag ziet het er naar uit dat het weer gaat omslaan. Het wordt dan wisselvallig en een stuk minder warm. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.